Mijn naam is Cor Maas van de Amsterdamse accordeonvereniging Accordiola, ben ik de voorzitter. Naast me staat mijn dirigent. Wij bestaan 50 jaar, het is dus een jubileumjaar. Wij geven ons concert vanmiddag in Buurthuis de Schakel in Slotermeer. En onze dirigent die is nu 90 jaar en die dirigeert dus al 50 jaar dit orkest. En we zijn begonnen eigenlijk met 3 orkesten, waarvan 60 leden ongeveer. En ja, nu zijn we nog maar 1 orkestje met 12 leden, met gastspelers. En ja, het is gewoon voor de leukigheid nog. We gaan een feestje bouwen vandaag. En er komen artiesten, er komt een accordeonist. En ja, de Schakel die gaat optreden voor ons cabaret gezelschap, de Schakel. Ja, het wordt één groot feest. Dus ik hoop dat u veel plezier hebt met kijken. Dank u wel. Mijn naam is Cor Bongers. Ik ben de voorzitter van de Amsterdamse Koepel voor accordeonverenigingen en lid van de NOFAM. En in die hoedanigheid kom ik hier 6 mensen eren. Want de voorzitter, Wim Krom. Nee, ik bedoel de dirigent Wim Krom. En zijn 2 kinderen. Zijn dochter en zijn zoon, die zijn ook alle 3 50 jaar lid van de NOFAM. Wat is de NOFAM? En de NOFAM, dat is de overkoepelende organisatie voor accordeonverenigingen en mondharmonica in Nederland. En ja, er zijn er nog 2 of 3 zijn er die zijn 25 jaar lid. Dus het is eigenlijk een heel groot feest vandaag. En ik ben blij dat ik die mensen mag toespreken en huldigen. En vooral Wim Krom, de dirigent. Want naast het feit dat ik dan voorzitter ben van de koepel, ben ik ook voorzitter van de accordeonvereniging Musica hier in Slotervaart. En als zodanig mogen wij, Wim Krom, mogen wij allemaal heel graag. Want het is een hele fijne en gemoedelijke man. Ik ben Willem Krom van Accordeola, de oprichter van deze vereniging. En hoe lang bestaat die vereniging? Die bestaat nu 50 jaar. En dus is het een jubileum. Doe je een beetje best met die regeer? Ja. Nou, probeer het in ieder geval. Oké. Okay. Ja, dan gaan we weer. Leuk dat je er ook bent. Ja, ben je ook weer getuigen? Alweer. Ah, ja. Goedemorgen. Ja. Gaan we weer? Ja. Leuk je weer te zien. En vriendelijk en ja, ook de manier waarop hij deze club is gestart is leuk, want hij is de oprichter ervan. En hij gaf vroeger les en op een gegeven moment heeft hij al zijn leerlingen gebundeld en heeft hij Accordeola opgericht. En natuurlijk alle oud-leden die we geprobeerd hebben op te trommelen, maar er zijn er aardig wat. Dus ook bedankt dat jullie aanwezig zijn. En natuurlijk wil ik hartelijk welkom heten onze donateurs en adverteerders. Fred, dankjewel. Leuk om u allemaal weer te zien bij deze belangrijke dag van ons kleine clubje. Nou, vind ik wel een applausje, man.
heeft een moeilijke stukje. Luistert u maar. Goedemorgen.
volgende nummer is Herfstvlaanderen. Dit stuk is van El Blauw.
Dat zou eigenlijk een groot zijn. De kennisje van me in Ellie. En ik vind het hartstikke mooi. Vorig jaar ben ik ook geweest. Hey, ik ben Jan Mintjes. En ik ben 25 jaar geleden, toen heb ik het jubileum mogen doen als 25-jarig bestaan. Als voorzitter. Ook als spelend lid. En en nu kregen we de uitnodiging om weer te komen. Nou ja, ik zeg, nou dat gaan we doen. Dat vind ik wel leuk. En ik mag weer verder. Het grote feest hier vandaag, voor het 50-jarig bestaan van het Accordiola, hebben we allemaal aan jou te danken. En daarom mogen we best eens even de tijd nemen tussen al deze festiviteiten door om jou te eren en in het zonnetje te zetten.
Het wordt tijd dat we een manier vinden om de jonge mensen weer aan te trekken. Voor het spelen op één van de mooiste en geliefde instrumenten ter wereld. De of het accordeon. En ik denk dat velen het wel met mij eens zijn. Dank je wel. Welkom, een speechje voor jou, daar staat hij altijd. Deze jaar, Cordiola. Bevalt het goed? Ja, mij bevalt het nog best. Als ze mij nog te bijna hebben gehouden. We hebben een bijwagen gedaan voor de leven. We hebben wat gekocht voor u. Hij zwaarde als mijn portemonnee. We staan boven. Jubileum 1965-2015. Daaronder staat die grote letters B.J. Krom. Daaronder staat 50 jaar accordeona. En daaronder staat weer 50 jaar dirigent. En het is gewoon echt super.